Hij zal genezen. Ja. U bent zijn trouwste dienaar. Nee. Hij wil me vermoorden. Mijn vader heeft hem gestuurd. Hij ijlt. Geef de injectie. Hij wil me vermoorden. Hoogheid, ik ben het. Johannes. Mama. Het was te vrezen. Zag u dat ook, Gildee? Het was niet mijn hand. Ik deed het niet. Ik ben het, Hoogheid. Johannes Donker, Johannes? Johannes. Johannes. Johannes Donker. Geboren 12 augustus 1843. Zoon van Charlotte de Munck en koning Willem III. Oh God, Gildee. Alles is helder nu. Ik heb de prins die injectie nooit gegeven. Het was te vrezen. Ik heb geen schuld. Geen schuld. Mijn moeder, Charlotte, was hofdame van Sophie. Natuurlijk wist Sophie dat haar echtgenoot met mijn moeder sliep. Al vanaf die eerste treurige huwelijksnacht. Daar heb ik u van verteld. Nee, koninklijke straf. Sophie was er op de duur min of meer tevreden mee. Het betekende tenminste dat haar echtgenoot zijn vleeselijke lusten niet op haar bot vierde. En mijn moeder bleef bij haar in dienst. Zelfs toen zij zwanger bleek. En zo werd ik geboren. In hetzelfde jaar als Maurits. Men gaf mij de naam Donker naar de kamenier die mijn moeder later huwde. Maar zij bleef des konings favoriet. Altijd was ze. Ze hoorde alles. Ze zag alles. Ik groeide op. Met wie wil,
met Maurits. Maurits, kleine schat. We wisten niet beter dan dat wij broertjes waren. Natuurlijk waren wij dat ook. Niet, je bent een lakai. Maar wel een prins. Je bent een lakai. Je bent een lakai. Ze zeggen dat ik geen prins ben. Jij bent wel een prins. Alleen is dat een geheim tussen jou en mij. Niet lang daarna stierf Maurits. Hij was mijn liefste speelkameraadje. Ik miste hem verschrikkelijk. Zoals gebruikelijk met bastaardkinderen was ik lakei aan het hof geworden. Maar dat deed niets af aan mijn genegenheid voor de prins. Sophie wist hoeveel ik hem gaf. Alexander. Johannes. Lieve Johannes. Wees als een broer voor Alexander. Die nacht vertelde ze ons over de profetie. Van Dijk en ik, wij samen, dienden Alexander bij te staan en voor te bereiden. Giltee? 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 Johannes. Vous connaissez la rue Aubert? Oh. La rue Aubert. Ah, mon Dieu, comment vous expliquer? Vous savez, vous feriez mieux de demander à quelqu'un d'autre. Non. La chanson de la rue Aubert. Ah, chanson. Oui. 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 Yeah. Ah.
monsieur. Oui. Vous pouvez venir avec moi dans la rue Aubert. S'il vous plaît, c'est très important.